Lorette Mar, Ibiza, Bloemendaal, maar ook Groningen heeft zijn eigen beachparty. Afgelopen zaterdag werd aan het strand bij het Zilvermeer Dance at the Beach georganiseerd. Op het festival konden bezoekers onder het genot van een drankje en de stralende zon genieten van dancemuziek. De organisator vindt dat er ook in een stad als Groningen een beachparty hoort. Het is een fantastisch feest, iedereen is heel erg enthousiast natuurlijk. En ja, iedereen doet aardig, iedereen heeft het naar zijn zin. Hoe ben je erop gekomen om een beachparty te organiseren? Nou ja, wij doen natuurlijk heel veel producties per jaar, zo'n 55. Alleen nog geen productie aan het strand en ik exporteer het Zilvermeer. Ik denk, ach, Dance at the Beach, dat hoort er eigenlijk bij in Groningen. We gaan naar een beachparty, wat is het belangrijkste om mee te nemen? Goed humeur. En een beetje relaxed lui zoals deze gast. Ja, ik vind het hartstikke leuk hier. Ik kom met Rotterdam. Ik kom met Zoetermeer, man. Ja. Een beetje naar jullie zin? Ja, ja. Ik heb hartstikke naar mijn zin, man. Zeker, zeker. Leuk, leuk. Echt Groningen, een leuke stad. Echt zeker. Ja, ik woon in Beijum. Dus ja, dan krijg je dat. Dan kom je hierheen. Via via hoor je dat. Dan ga je kijken. En dan heb je een vermaak, hè? Je gaat naar een strandparty. Wat neem je mee? Je moet plezier mee. Mijn zonnebril. En sowieso je plezier, je lach. Ja, toch? Voor de mensen die thuis kijken, jammer dat jullie niet hier zijn, maar vermaak is hier. Thuis geniet ze. Om het publiek te vermaken zijn er diverse bekende DJ's aangetrokken. Het sfeertje is echt fantastisch en dan hoeft het feest niet heel groot te zijn om een goede sfeer neer te zetten. En dat, ja, dat is vandaag gebeurd. Dat. Je merkt het aan het publiek, mensen gaan makkelijker mee. Je kan andere dingen draaien, fantastisch. Ik merk gewoon dat ik het wel meer naar mijn zin heb in Nederland dan op al die toeristenplekken. Ik zeg Lorette Mar en Salau, ja, dat heb ik nu wel gezien. Ik ben daar 20 jaar geweest of 15 jaar. Ja, heel eerlijk, kom ik daar denk ik, ja, weer naar dat Lorette Mar. Sta ik liever op zoiets als dit, lekker in Nederland. Nu gaan we bijvoorbeeld vanuit hier naar Castricum. Daar is dan een crazy 90s party, ook weer op de beach. En daarna naar het Leidseplein moet ik ook nog daar. Ja, vind ik dat eigenlijk leuker dan dat ik op die toeristenplekken sta, één dag invliegen. Ja. De organisator is tevreden met het verloop van de tweede editie van het strandfeest. Dat zonder ongeregeldheden plaatsvond en meer dan 700 bezoekers trok.